Ah, geweldig. Kijk hem hier eens groeten. Dat doet hij al zo vakkundig, hè? Het is de zoon van, hè? De zoon van Juri. Kijk hem eens rondgaan hier. Prachtige uitdossing. Ik denk, jij bent nou al apetrots. Zeker, het is toch geweldig hoe die zo begint. Ja, fantastisch. En ook een stylist, hè? Hebben jullie daar ook nog op geoefend? Tuurlijk. Ja, op alle gebied. Overal wordt mee geoefend. Heerlijk. Brengt hem fijn bij hindernis 2. Zal ik jou de microfoon geven dat jij nog wat tips kunt geven? Gaan we het parcours of zeg je van... Nee, hè? Monique schudt met haar hand. Nee. Ik denk dat ook hier gekozen is voor de tactiek en de strategie om die eerste rit foutloos te volbrengen. En de tijd is nog even iets minder van belang. Olly doet het goed, hè? Olly doet het goed. Was dit wat jullie hadden afgesproken, Monique? Ja, hij doet het perfect. Hij doet. Monique denkt, ik vind het een beetje te spannend worden nou. Ja, geweldig. Kijk eens, die Olly die pakt alles aan. En mama Mansour, die hoor ik hier aan de zijkant ook ondersteuning geven. En daar komt hij al aan. Pedro, nog altijd foutloos. Geweldig mooie sprong op de ene laatste. En daar gaat hij naar de Okser. En is die fout... Die foutloos! Ja! Hij doet het weer en kijk hem eens blij zijn. Pedro, beautiful! Kijk eens, en dan met die hand omhoog. Pedro. Hands up. Ja. Ja, die blijdschap die had hij al getoond. Geweldig, wat een mooie rit, hè. Pedro Mansour. Ja, we noteren foutloos voor Pedro Mansour. En de tijd is 74 honderdste van een seconde. Gaan we verder met de eerste deelnemer uit team 3. De team van Zandvoort, makelaarsteam. En de eerste deelnemer.